Rita houdt zich bezig met nieuw projecten, het zit al in de naam. Dus wij bedenken eigenlijk voor plekken die vrijkomen of die geherstructureerd moeten worden, bedenken we nieuwe woonproducten. Dus nieuwe plekken waar mensen kunnen wonen. We zijn nu op weg naar het project nummer 3 in Boskamp Tussendijk in Rotterdam. Het project bestaat uit 93 koopwoningen. Nou, inmiddels is bijna alles verkocht. Een heel mooi project, geïnspireerd op het wonen in de mediterrane landen. En ik ben er zelf heel erg trots op. En ik ben zeg maar 60% van mijn tijd met projecten bezig. Dus met nieuwe dingen bedenken, samen met een aantal mensen op de afdeling. En de rest van de tijd ben ik bezig met acquisitie, relaties onderhouden, dat soort dingen. We zijn er. Ja, ik ben normaal gesproken betrokken tot aan het voorlopig ontwerp. Dus dan hebben we eerst een schetsontwerp gemaakt. We hebben dan met allerlei consumenten al gesproken in klantenpanels en in internet-enquêtes om te kijken hoe we dit project gaan vormgeven. En dan bij het voorlopig ontwerp geef ik in normale projecten geef ik het stokje dan over aan de projectontwikkelaar. In dit geval liep het wat anders, omdat dit ook echt een experimenteel project was. Ben ik eigenlijk vrijwel tot het eind van het project doorgelopen. Het allerleukste van het vak vind ik eigenlijk in mijn geval dan, want het is natuurlijk een heel breed vak. Maar in mijn geval is juist dat je dus heel erg bezig bent met nieuwe dingen bedenken. Vind ik heel leuk en je maakt ook echt iets. Dus waar we nu lopen, dat is gewoon een project dat ik bedacht heb samen met een heleboel andere mensen. Maar het is er gewoon. Ik denk dat je voor mijn functie een hele flexibel type moet zijn. Dus je moet niet te veel beren op de weg zien. Dus je moet altijd de lol van dingen inzien en ook al als het heel ingewikkeld is, zoals bij dit project, was het echt allemaal niet heel makkelijk. Maar het is wel gelukt doordat we gewoon positief erin zijn blijven staan. Dus ik denk positiviteit, lef en flexibiliteit. Ik vind het heel erg leuk om als vrouw in deze branche te werken, omdat er zijn nog steeds niet heel veel vrouwen. Daardoor val je natuurlijk wel op en dat is wel grappig. Daardoor onthouden mensen je sneller. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel echt een mannenwereld. Dus ik zit wel heel vaak met mannen van 50 plus aan tafel. Dus dat eigenlijk mijn vader zouden kunnen zijn. Maar ik ondervind eigenlijk alleen maar voordelen aan en geen nadelen.